Tijdens de jaarlijkse lintjesregen in de Oosterkerk werd aan 15 inwoners van Horen meegedeeld dat het zijn majesteit behaagd had. U heeft zich geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd. Het heeft zijn majesteit de koning dan ook behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik wil graag de versierselen bij u opspelen. Ook werden er 2 jeugdlintjes uitgereikt. Iedereen kan iemand anders voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Voor vrijwilligerswerk is de richtlijn die je in je hoofd moet houden dat iemand dat zeker 15 jaar aaneengesloten moet hebben gedaan. Ook nog actueel zijn moet die inzet. En voor gemiddeld zo'n 6 à 8 uur in de week. En dan gaan we verder praten. En dan beoordelen wij alles inhoudelijk. Klopt het wat is opgegeven? We willen graag ondersteuningsbrieven van verenigingen en organisaties hebben. En dan dienen wij wij stellen een advies op. Dat sturen wij door naar de commissaris van de Koningin. Die stuurt het door naar de kanselarij. Dat is een landelijke adviesinstantie. Dan gaat het naar de betreffende minister. En ja, dan mag de koning daar natuurlijk nog zijn zegje over doen. En hij is degene die uiteindelijk zijn handtekening onder het besluit zet. Voelt u te aankomen dat u een lintje zou kunnen krijgen? Dat wel, maar dan lid van verdiensten. En ik moet er ook eerlijk bij zeggen dat vorige maand toen we afscheid namen als raadslid, had ik verwacht eigenlijk gewoon vast 3 periodes om een lintje te krijgen. Toen niet, maar niet verwacht dat je hem op deze manier nog een stapje hoger zou krijgen. Overdonderd. Hoe moeilijk was het nou om jou hier te krijgen? Nou, best wel moeilijk. Onze hoofdredacteur Frank Kuipers heeft er best moeite voor moeten doen om mij hier te krijgen, omdat ik niet zo heel erg lekker ben en de afgelopen weken. Dus hij heeft aardig wat druk op mij moeten zetten. Hoe voelt het nou, zo'n lintje? Onwerkelijk, een beetje. Drink nog niet door.